Hallo allemaal, de afgelopen tijd ben ik echt obsessed met de video's van internationale YouTubers waarin ze de meest enge verhalen vertellen. Legendes, complottheorieën, alles komt aan bod. En ik ben zelf zo verslaafd geworden aan dat soort video's dat ik dacht, ik wil dit naar Nederland brengen. Dus zo gedacht, zo gedaan, welkom bij mijn allereerste enge video. Als je dit ook leuk vindt, geef de video dan zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik dat jullie het tof vinden en wie weet kan ik het dan wel vaker gaan doen. Want ik ken echt genoeg doodenge verhalen. En de meeste enge verhalen komen uit het buitenland. Gelukkig. Maar ik dacht voor mijn allereerste enge video hou ik het eventjes dicht bij huis. Alle verhalen die ik namelijk vandaag voor je heb, zijn niet ver gebeurd van waar jij woont. De legendes uit deze video komen namelijk allemaal uit Nederland. En ik waarschuw alvast eventjes vooraf, de verhalen uit deze video kunnen als eng worden ervaren. Dus als je daar niet op zit te wachten, dan weet je wat je moet doen. Dan kijk je maar met het geluid uit. Nee. En ik wil beginnen met één van de alleroudste verhalen. Dit verhaal wordt namelijk al honderden jaren verteld. Ik heb het over de witte wieven. En ja, daar hoort deze creepy stem bij. De witte wieven zijn demonische wezens. Ze komen voor in het noorden en in het oosten van Nederland, maar ze zijn ook al in andere plekken in Europa gesignaleerd. Maar wat zijn het dan? Witte wieven is oud-Hollands en dat betekent zoiets als de wijze vrouwen. Maar heel veel mensen noemen ze ook wel de witte vrouwen. Het is niet helemaal duidelijk welke van de twee juist is. Maar dat maakt ook niet uit. Want het gaat er vooral om wat ze doen. Vroeger werden vrouwen die de toekomst konden voorspellen geëerd. En wanneer deze vrouwen waren overleden, werden ze op een bijzondere plek begraven in de grafheuvels. Dat zijn een soort van Teletubby heuvels, maar dan eng. Maar als er mist boven deze grafheuvels hing, dan zagen de mensen daar de schimmen. Ze kwamen als het ware uit hun graf en zweefden daar rond. Ze waren overleden, maar hun ziel bleef op de aarde rondzweven. Echt, dat klinkt al eng, maar wat ze deden was nog veel enger. Als je de witte wieven tegenkwam, dan probeerden ze je te verleiden om hen te volgen. En dat deden ze met hun lichtgevende ogen. En iedereen die met ze meeging, is daarna nooit meer teruggezien. Dat idee is echt al... En vroeger konden ze natuurlijk geen foto's maken van wat ze zagen, maar er zijn een hele hoop schilderijen gemaakt. Kijk maar even mee. Zo blij dat een vrouw mij nooit kan verleiden om met ze mee te gaan. Maar er is een plek waar je tot op de dag van vandaag de witte wieven gegarandeerd kan zien. Sterker nog, ik heb ze met mijn eigen ogen gezien. En op dat moment besefte ik niet eens dat het de witte wieven waren en hoe angstaanjagend ze eigenlijk wel niet zijn. Die witte spoken die je net zag, dat zijn ze. En misschien heb je de plek al herkend, maar dit is in de attractie Baron 1898 in de Efteling. Iets waar zoveel mensen bang voor zijn, dat verwacht je niet in een familiepretpark waar kleine kinderen ook komen. Maar daar stopt het niet. Sterker nog, hier begint mijn verhaal pas. Want vlak naast Baron 1898 staat een andere attractie die zijn naam heeft te danken aan een enge Nederlandse legende. Ik heb het over de Vliegende Hollander. De legende begint als kapitein Willem van der Dekken erop staat om met zijn schip te vertrekken terwijl het echt keihard stormt. Hij was met zijn schip op weg naar Oost-Indië en wilde daar als eerste aankomen. Er was namelijk een strijd gaande om daar zo snel mogelijk te komen, dus de kapitein die had geen tijd te verliezen. En zo gebeurde het. Het schip ging varen en kwam in een grote storm terecht. De bemanning was doodsbang en ze kwamen in opstand. Ze wilden zo snel mogelijk terug naar het vasteland. De kapitein wilde hier niks van weten en hij werd super boos op zijn bemanning. En sterker nog,
Hij greep de stuurman en gooide hem overboord. Terwijl hij dat deed, riep hij de woorden: God of de duivel, de kaap vaar ik om. Al moet ik varen tot het laatste oordeel. En op dat moment werd zijn schip vervloekt. Zijn schip werd overgenomen door de duivel. De kapitein moest vanaf dat moment eeuwig blijven rondvaren op zee. Met dode bemanningsleden en bloedrode zeilen. En daarnaast vaarde het schip ook nog eens tegen de windrichting in. Dit klinkt echt als een fabeltje, toch? Maar het gekke is dus, er zijn zoveel getuigen die dit schip hebben zien varen zonder bemanning, stuurloos tegen de richting van de wind in. Zelfs prins George V, de prins van Engeland destijds, kwam terug van zijn reis en vertelde dat hij dit schip heeft gezien. Waarom zou een prins hierover liegen? En als je nadenkt, als iemand van ons koninklijk huis iets zegt, dan kan ik er ook wel van uitgaan dat het de waarheid is. Maar we zijn nog niet klaar in de Efteling, want vlak bij de Vliegende Hollander staat ook Villa Volta. Dit huis, dit vervloekte huis, vertelt het verhaal van de bokkenrijders. Ik ben benieuwd of ik de enige ben die deze attractie ongeveer helemaal uit zijn hoofd kent. Maar de bokkenrijders waren criminelen die op duivelachtige wezens reden en mensen overvielen. Er wordt zelfs beweerd dat ze kunnen vliegen omdat ze zich zo snel van het ene dorp naar het andere dorp kunnen verplaatsen dat dat via het land gewoon niet mogelijk is. Ze markeerden huizen en niet veel later werd dat huis overvallen. En tijdens een overval kwamen de bewoners van de huizen vaak om. Stel je voor dat je thuis komt en dat je ineens een teken op je huis ziet staan. Oh my god, ik zou echt nu helemaal flippen. Maar ik vraag me nu dus af, zou het toeval zijn dat de Efteling vol staat met attracties die gaan over dit soort lugubere legendes? Misschien moet de Efteling deze attracties wel maken van iemand, zodat wij allemaal als kind opgroeien met deze verhalen en denken dat het sprookjes zijn. Zodat we vergeten dat het eigenlijk allemaal echt is gebeurd. Pff, dit kan mijn hoofd gewoon niet aan. Stel je voor dat dit waar is. Ik bedoel, Nederlanders hebben vaker dingen in de doofpot gestopt. Dus wie zal het weten? Efteling Illuminati confirmed. Maar dit waren drie verhalen die best wel lang geleden zijn gebeurd. Maar tot slot ben ik nog naar iets op zoek gegaan dat niet zo heel erg lang geleden is gebeurd. Sterker nog, het is iets waar je gewoon nu naartoe zou kunnen gaan. Als je het durft tenminste. Ik heb het namelijk over de spookboerderij van Brummen. Die naam klinkt echt creepy en niet creepy tegelijk. In 1841 woonde de familie Kremmer op de toen nog doodnormaal, dat is niet het goede woord in dit verhaal. Op de normale boerderij die ze hadden. Het was een doorsnee gezin dat bestond uit vader, moeder en hun zoon Antoon. En Antoon was super verliefd op Mechje Warmelink. Hij wilde daarom niets liever dan trouwen met Mechje. Maar helaas, Mechje werd niet geaccepteerd door zijn vader. Hij vond haar niet goed genoeg en hij weigerde toestemming te geven om met haar te gaan trouwen. Na de zoveelste felle ruzie over de liefde van Antoon zijn leven, ging het gezin slapen. Althans, dat dachten de ouders van Antoon. De volgende ochtend werd Antoon gevonden, bungelend aan een grote eik die naast het huis staat. Na zijn dood begon het te spoken in het huis. Rare geluidjes, rare geuren en mensen zagen schimmen. En het allerengste is misschien nog wel dat de tak waaraan Antoon zich ophing van groeirichting veranderde en wees naar het huis. Alsof het Antoon zijn vinger was en naar zijn vader afkeurend wees. Dat is echt niet oké. De ouders van Antoon konden het niet meer aan in het huis en besloten te verhuizen. Maar alle bewoners die vervolgens in het huis gingen wonen, hadden dezelfde klachten. Het spookte er en ze wilden er allemaal weg. Daarom is het huis de afgelopen 100 jaar niet bewoond geweest. Tot iemand in 2013 de boerderij kocht en echt van alles wat je van de boerderij had kunnen maken, werd het een, jawel, pannenkoekenboerderij. Ik ben benieuwd of ze daar ook een pannenkoek met hangop
zouden verkopen nu. En ik heb een beetje de website bekeken van de pannenkoekenboerderij. En wat me heel erg opvalt, is dat de laatste foto uit 2014 komt op de website. Zou dat betekenen dat het ook niet meer bestaat? We zullen niet de eerste zijn die er gillend zijn weggegaan. Tot zover deze allereerste spookverhalen video. Ik hoop dat je er met veel plezier naar hebt gekeken. Als dat zo is, laat het me dan zeker eventjes weten door een duimpje omhoog te doen. Want wie weet kan ik hier dan een serie van maken en jullie vaker vermaken met deze enge verhalen. Mocht je nog een bepaald onderwerp hebben dat ik moet bespreken in deze serie, laat het me dan zeker eventjes weten. Wie weet hoor je er dan alles over de volgende keer. Ik zie jullie in ieder geval volgende week Thursday weer om 1:30 PM. Maar tot die tijd, stay fabulous. Doei doei. Mwah.